Matchmaker werd dit jaar voor de derde maal gehouden. Achter elkaar voeren vier schepen bij Hoek van Holland het zeegat uit om met elkaar te oefenen. Een Nederlandse, twee Amerikaanse en één Engelse bodem die elkaar als bondgenoten in één squadron moeten kunnen begrijpen. Van de Zeeland werden manschappen overgezet op de Amerikaanse onderzeebootjager Sellers. Van het Engelse fregat bracht een helikopter op zijn beurt manschappen naar Haar Majesteits Zeeland. Dat gebeurde toen het squadron hoog aan de Noorse kust in Kielini een brede fjord binnenvoer. Dit is Haar Majesteits Zeeland. Op de Nederlandse onderzeebootjager was alles paraat om de man uit de helikopter veilig aan boord te nemen. Hangend boven het varende schip liet de Britse helikopter zijn passagier aan de sling op het achterdek van de Zeeland neer. Een feilloos verlopende manoeuvre die grote ervaring en geoefendheid verried. Tijdens de oefening Matchmaker worden zo vaak bemanningsleden uitgewisseld. Toen het flotilje de Poolcirkel passeerde, moesten volgens traditie de jongste officieren aan boord van de schepen, gekleed in tropenuniform, de Panama-kluis blauw schilderen. Daarbij door de rest van de bemanning op de verkleumde vingers gekeken. Het is een bezigheid waard om vereeuwigd te worden. Zo verricht de Koninklijke Marine, samen met de bondgenoten, de haar opgedragen taken in het grote verband van de nu reeds 18 jaar bestaande Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, die werd opgericht ter beveiliging en handhaving van onze democratische vrijheden.